Nou, dit is Maan. Germania. Maar we noemen haar Maan. En ik heb haar even meegenomen naar de achtertuin. Want anders blijft ze alleen maar liggen op dit plekje. Ik ga even een stukje lopen. Even kijken of ze dan achter me aankomt. Ja, dan komt ze achter me aan. Ze heeft daar een hele lekkere vis gekregen. Die heel erg stinkt. Kai hoeft hem niet. Maar Germania dus ook niet. Het is een hele lieve schat. Maar ze ligt maar te liggen. Ik zou bijna zeggen een depressief hondje. Dus ik neem er lekker veel mee naar buiten. Ze wil eigenlijk niet naar buiten. Maar als ik er dan mee naar buiten neem, dan, nou ja, dan loopt ze wel mee. En ik zie ook dat ze heel erg bij Kai in de buurt wil blijven. Dus het zou ook wel fijn zijn als ze bij iemand geplaatst wordt die bijvoorbeeld al een hond heeft. Wat is er, schat? Wil je naar binnen, hè? Ja, je wil naar binnen. Dat snap ik, Mop. Maar ik kan dus wel gewoon naar de toe. Hè? Kom maar. Kom maar, schat. Hé, lieverd. Hé, liefje. Hè? Wat een gedoe allemaal, hè? Zo'n hele volksverhuizing. Hé, de lieverd, hoor. Echt zo braaf, zo lief. Zal toch nog geen lipje ophalen. Geen grommetje geven. Hè? Een en al liefde. Hé? Ja. Wat een schat, hoor. Hé? Schat. Ik zie nou pas hoe groen mijn stenen zijn. Op het filmpje. Nou ja. Dan moeten we maar even doorheen kijken dan. Nou, het is even weer aan de wandel. Ja, dan loop ik achter jou aan, hè? Probeer maar, is van jou. Die arme schat. Als ik binnen ben, dan duikt ze gelijk in de mand in de keuken. En dan kan ze, nou, dan blijft ze eigenlijk gewoon liggen totdat ik er weer uithaal. Totdat ik er uitsleep, want ze zet zich dan helemaal schrap. Maar ja, dat wil ik toch een beetje doorbreken. Dus dan gaan we maar veel wandelen. En dan na de wandeling even zo'n beetje in de tuin. Ze zoekt denk ik nu een lichtplekje. Goed zo, meisje. Ja. Goed zo. Maar het zou mooi zijn als we voor haar iemand vinden die al een of meerdere honden heeft. Die haar de tijd geeft om lekker bij te komen. Dat ze uiteindelijk ook weer mag genieten. Hé? Hé, meis. Hé, lieverd. Het is een beauty. Tenminste, ik vind het echt een beauty om te zien.